Het kruis, symbool van het christendom. In dit land is een kruis op een kerk meer dan decoratie. Het is een statement. Een statement dat zegt, wij zijn hier en wij horen hier. Maar nu, na bijna 2000 jaar christendom in Mosul en het gebied eromheen, is elk bewijs van christendom vernietigd. De IS haalde alle kruisen van kerken en kloosters af. De gebouwen worden nu gebruikt als moskee, recruteringscentrum, zelfs als beestenstal. IS zette er filmpjes van op YouTube. Ik moet er bijna om huilen. Als we de vluchtelingen opzoeken, zien we dat zij kruisen dragen. Groot, klein, kruisen met Jezus of gestileerd. Kerkleiders, jongeren en moeders, ze dragen er allemaal een. Allemaal laten ze zien, ik ben een christen en niet bang om dat te tonen. In een distributiecentrum ontmoeten we Munira van Bertella, een stad dicht bij Mosul. Toen ze gerucht hoorde dat IS haar stad naderde, is ze met haar gezin gevlucht. Een paar dagen later was de stad bezet door IS. Een buurman wilde zich niet tot de islam bekeren en werd vermoord. Alle kruisen werden van de kerken gehaald. Maar Munira's kruis is bij haar. Eén van de weinige dingen die ze mee kon nemen van thuis. Ze klampt zich vast aan haar kruis, zoals ze zich vastklampt aan Jezus. Hij is haar hoop en haar trots. Hier kan christen zijn je alles kosten. De afgelopen maanden bewijzen het. Toch zijn christenen niet bang om hun identiteit te tonen. Dat geeft mij hoop voor de toekomst. Mijn gedachten dwalen naar mijn eigen kruisje, thuis, in een stoffige la. Ik ben er trots op verbonden te zijn met deze christenen en deel te zijn van het lichaam van Christus. Misschien is het wel tijd om dat te tonen.